Echt afrekenen. Ik vind het echt een heel zielig bordje. Ik moet nog afrekenen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. Ik ben Vincent. Ik ben Ellen. We zijn bij Corpus. Ja, we zijn bij Corpus. Ja. En wat is Corpus? Dat is een reis. Door het lichaam. Van binnen. Maar dan in het groot. Door het mens. Soepel. Dit. Ja. Jij dat begint met een zin, we gaan alleen afmaken. Een reis door de mens. We gaan een reis maken door de mens. Dus we zien alles van binnen en dan uitgegroot hoe het allemaal werkt. En, maar we mogen binnen helaas niet filmen. Niet alles in ieder geval. Dus vandaar dat we het hier even doen. Ja. Geluidjes. Zin in. Ah. Dus we zijn bijna aan de beurt. Ja, dus voor nu gaan we het kort houden. En straks we mogen filmen. Dan zijn we weer terug bij jullie. Wat ben je doen, baby? Ik ga het gewoon voor. Dat het vrije tijd was, maar nee. Oh. Ja, je hebt een hele tromboze verhaal. Dat is ook wel. Wat is trombose? Wat is trombose? Niet kijken. Het is anders dan een trombose. Yeah. Jij ook wel eens last van een verstopt propje? Zeker. Nou, gaat lekker hoor. Nee. Sportief. Ja. Het is wel een goede manier om kinderen te laten bewegen, vind je niet? Om ze te laten bewegen? Ja? Ja. Tegenwoordig, dan als het in spelvorm is, dan krijgen ze toch een beweging. Alleen een beetje te groot voor de sportkamer. Dat wel. Maar ik had het ook op kinderen. Ja, nou ja. Ze zijn er nog niet, maar vanuit denk ik. Ja. Se reproduce en blog, el espacio ya no alcanza, mentira, la segregación siempre avanza, c'est inévitable la reproducción de cosités, comme c'est inévitable la industrie de vida es unique, yo que sé, tú que sabes, yo que viajo en naves espaciales, a joder la realidad y mi mente iguales, c'est de l'imagination, c'est du flow andino, c'est du flow latino, sans faire appel a la mondialización. Ik kan hem niet vinden, waar is die? Oh, daar. Zo, zo. Gatsi. Gaat wel mijn leven die moet redden nou, hè? Even serieus. Oh, kijk, je krijgt er wel tijd bij, dat is waar. Goed op, we gaan nog maar. Money, please. Je ogen.
Ja? Ik vraag me af waar je die dan had moeten plaatsen. Gewoon ergens in het lichaam. Se resbala como el agua entre las manos, como el agua que pasamos saldrá más cara mañana. Preguntando mami. El precio del capitalismo mata como la paz. Visto en la montaña, hasta la valle, de la mejor ciel, desde los Andes a los Pirineos. De la tierra es el que se pare. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. It's screaming. Maniobrar, gozar, difícil sin tanto controlar. Hermano paja esa burla, la cámara saca monte onda. Pido al culpable que el hip-hop sea el debate. No por cago y nema de poner el cable. ¿Yo? ¡Knijpa! ¡Knijpa! ¿Waar moet ik in knijpen? En dat ding. Ik heb zo hard. Moet je allebei pakken, hè? Oh, ja, denk al. Dat de weg erg gezond is, de laatste test. Oh. Voor de frisse yoghurt of de zachte vanillevlaag. Kies je voor de pittige espresso, kies je voor de pittige oude kaas, of liever de frisse geitenkaas. Kies je voor de frisse salade, kies je voor de zoete pannenkoeken, of liever de pittige taco. Lastig. Ja, pittig vind ik. Volgens de score ben jij een veelzijdig type. Uiteraard. Ik kom. Italiaans, Mexicaans, Indonesisch, Surinaams, maakt niet uit. Hartig, pittig, zoet, zout, zuur, heerlijk. Dat allemaal. Of in de keuken, want je houdt wel van een. Hallo. Misschien ook wel goed. Oh, oké. Nou, tegenwoordig gekookt ei, hè? Gekookt ei. Dat was het. En water. Nee, te. Dat was hem, hè? Ja. Oh ja, op school. Ik vind het gehoord. Eet ik niks meer, want ik zit niet meer op school. Ja. Op school, laten we zeggen, op mijn bed. Water. Nee, thee. En snack groente dan maar. Mijn tip voor jou. Als lunch. Wil ik heel graag die. Waar zijn je groente net uit? Maar ik ga niet tegenwoordig voor de ruilkost. Ik heb weer thee. Ja, lekkere theeleut, hè? En water. Bananen, sinaasappel. Wil je meer? Na school wil ik heel graag friet. Ik hoop dat je het moeilijk doet. Als je niet. Maar ik heb. Joten. Voedingscentrum.nl. Wie weet. Laten we maar zeggen snackgroenten. Ai, heb je alles kunnen vinden? En water, hè? Waarom water in de laag? Jezus, ik heb het nog nooit zo gezond hebben gelopen hier. Zo. Allemaal dingen uit te schrijven. En als avondeten. Nou, dat deden we vroeger veel dit, hè, schatje. En voor de aarde. Pasta met tomatensaus. Er moet wel iets op je. Ja. Komt even vragen. Dat is wel een beetje gek, hè? Soep er maar, hè? Als je elke dag anders zorgt, soep. Dan krijg je steeds andere vitamine en mineralen. Soep en worst en kaas eten we eigenlijk s'avonds. De breien en eindtafel. En noten. Ja. Als je meer wilt weten over gezondheid. Nou ja, op zich kun je die Hollandse pot ook wel aantikken. Tot ziens. Er zitten aardappels bij. Ja, I know. Maar we zijn nu heel extreem bezig. Maar normaal gesproken is dat een beetje het meest. Tot! Nee, maar normaal eten we juist dit. We doen nu wat we. Ik wil weten wat hij nu gaat zeggen. Ja. Je bent toch gezond. Kijk dan. Ik voel me niet goed hoor. Je eet niet genoeg. Dit is niet mijn favoriete. Ik ben niet eerlijk. Ja, nu wel. Oh.
pasta, water en thee. Echt afrekenen. Ik vind het echt een heel zielig bordje. Ik moet nog afrekenen. Ja. Goeiedag. Hoi. Is dit het geworden? Ja. Je mist ja. Je bent goed op weg. Ik zie dat je veel moet uit de schijf blijft. Maar... gezonde keuzes. Ja, snap dat? Ja, zeker. Ook een paar producten niet in de schijf. Mijn tip voor jou, kijk op de poster hiernaast. Dan weet je dat het volgende keer niet meer gezonde is. Ik weet niet hoe gezonder ik dan hoor. En klopt het dat ik geen producten voor een warme brood? Hou je van een lekker visje s'avonds? Of vlees? Dat stond er niet bij. Nee. Dat stond er ook niet bij. Genoot. Dat kan allemaal. En dan met aardappels of boerenproducten zoals zilvervlies en rijst. Of pasta of boerenproducten. Je kan elke keer nieuwe combinaties maken met de producten uit de schijf van 5. Ja, nee. Ik krijg er trek van. Ik ook. Ja. Kom maar door met die pasta. Als je meer tips wil over wat eten doet voor je lichaam, kijk dan even op Mussolini.nl. Nee, Mussolini. Tot later. Courgette pasta. Ja. Nou, zijn we goed bezig. Dat is dan wel. Ga je missen? Ik heb nou wel heel veel schepje in de touch. Oh, nou of niet? Ik kan mijn ogen bijna niet open houden. Nou, ik vond het leuk. Ik heb onwijs veel geleerd. Ik heb geleerd wat het rode bloedcelletje allemaal doet. En wat het hart doet. En dat hij 4 kamers heeft. En nog veel meer. Ik kan dit echt wel aan iedere ouder, school, kind, opa, oma aanraden om naartoe te gaan. Ja, ja, normaal gesproken was ik niet naar een museum te slepen. En nu dacht ik van... ik ga daar gewoon gezellig heen. Ja, dit is toch hartstikke leuk om een dagje te doen. Je vinger doet? Ja, daarom heb ik het. Nee, precies. Dus ik dacht, dit leek me wel leuk. Omdat je dan ook echt dingen ziet en er gebeuren dingen. Je kan af en toe ergens inzitten. Ik wist ook bijvoorbeeld niet dat je met astma, dat het niet ging omdat je te weinig zuurstof binnenkreeg. Maar dat je juist te weinig uitblaast. Juist te weinig. Oh, dat is mij aan het ontgaan. Ja? Ja. En er is bij ons iets opgevallen, Ellen en mij. Namelijk het oor. Die was anatomisch ja, niet goed in elkaar. Volgende week hier verbouwen hoor. Nou, want er was het hele grote ding, dat was een trommelvlies. En daaraan zaten de gehoorbeentjes. En die stijgbeugel die zat vast aan het evenwichtsorgaan. Dat was echt heel erg raar, want die hoort uiteraard aan het slakkenhuis vast. Dus ze hadden het middenoor hier, toen kwam het evenwichtsorgaan en daar ergens zat het slakkenhuis. Dus dat was echt... Foutje bedankt. Foutje bedankt. Dus dat was een beetje raar. Maar al met al vond ik het leuk om een keer gedaan te hebben. Zeker weten. Dus, ik vond het vroeger altijd heel leuk, die tekenfilmpjes, dat ze dan in het lichaam gingen. Ja, dat is ook heel leuk inderdaad. Dus daar leek het wel een klein beetje op. Ja. Dus We gaan nu lekker naar huis. We gaan Ellen en Finn die rijden mee. Die gaan lekker bij ons eten. Ondertussen even een tussenstop bij mijn moeder. Want ik heb mijn hele oude videobanden van de jeugd laten digitaliseren. Dus ik ben, ja, oh ja, ik ben zo benieuwd. Heel benieuwd wat erop staat inderdaad. Dus, om jou als... Als babytje. om jou als kleine friemel bewegend beeld te zien. Maar inderdaad... We moeten wel schieten. Waar staan ze nou? Oh, ja, dan zijn er al, dus we gaan lekker rijden.